Ook mijn kompas erop, dus dan komt het ook goed. Ja, jouw kompas die wijst alle kanten op, man, frikandel. Yo kijkers van Smor, ik sta hier samen met Ivo en vandaag gaan wij iets fucking sicks doen. Maar dan ook echt iets fucking sicks. Wat het dus is, we hebben in onze mail een mail gehad van iemand. Die heeft ons verteld dat er een gangstelsel is onder de Sint-Pietersberg in Limburg. Dus ja, onze missie is natuurlijk om daar vannacht te gaan overnachten. Wij gaan kijken of we het aankunnen. We hebben alleen nog één ding nodig en dat zijn fakkels. We hebben hier op de grond, hebben wij hier alvast wat neergelegd. Ja, we hebben hier een lab. Ik heb geen idee hoe je fakkels maakt. Ik zeg, we gaan het gewoon proberen. Oh, je gaat met... Oh, vriend. Oei. Kunnen we dat niet beter met een zaag doen of zo? Nee. Let op, hè. Doe je goed zo. Dan doe je zo. Nou, hier hebben wij oude t-shirts. Zieke shit, vriend. Kijk, ik denk dat het nog best wel eens kan gaan lukken. Fakkels zijn nu af. We hoeven alleen op locatie even nog iets brandbaas eroverheen te gooien en dan denk ik dat we goed to go zijn. Ja, natuurlijk ook gewoon zaklampen, maar ja, dit geeft natuurlijk wel die echte sfeer die we zoeken. Oké, we moeten natuurlijk ook wel wat slaapspullen meenemen. Dus, en de fakkels. Maar ja, die tel ik zo op. Ja, ik heb die van mij, die heb ik al liggen. Ja, dat is te zien, ja. Hij heeft ze er al liggen, nou. Wat je liggen noemt op de grond, ja. Nou, kijk, nu liggen de spullen dus allemaal in de auto. Het enige wat we nu nog moeten doen is even Mark ophalen op Eindhoven station. Oké, we staan nu op Eindhoven station. Mark is net aangekomen. Oh, Dus ja, nu zijn we compleet. Dus we gaan nu richting de grotto. Mark! Nee, hey, dit is niet goed. Dit is niet goed, Mark. Nee, ik heb hier niet aan. Help! Smeer. Help! Ja, we zijn er bijna, man. Hier, kijk, hier is het. Ja, dat was het dan. Maar mijn hipsterbroek is veel mooier. Ja. Mark, nee. jij gaat koud krijgen vannacht. Jij denkt nu wel hipster, ja, okay. Maar jij gaat lijden. Weet je wat het is, Rob? Het is allemaal leuk en aardig, maar ik ben Mark niet als ik niet een andere broek heb meegenomen. Ah! Oké, jongens. We gaan nou de boel verkennen. Heren achterin zijn hier al alle spulletjes aan het uitpakken. Waar heb je mijn slaapzak op? Jouw slaapzak? We hebben geen slaapzak. Bro, je hebt wel een slaapzak. Nee. We hebben dekens en een kussen. De slaapzak kon ik nergens vinden. Fuck. Dus wat sjouwen. Kut, man. Ja, zeker kut. Maar ja, niks aan te doen. We zijn die bocht nou om. Ja. We moeten nog een stuk lopen en dan aan de linkerkant. Dus nog een stuk lopen dus. Poeh, we zitten goed jongens. Kijk jongens. Wow. Hier is het dichtgemaakt jongens, kijk. Hier is een open stuk. We komen in de buurt. Holy shit. Wow. Even een tussenstopje, we zijn gearriveerd in de grot. En we gaan nou even de fakkel aansteken. Ik heb je ook teleurstellen. Dat werkt niet. De lampolie is moeten intrekken heel lang, dat gaat zo niet werken. Nee. Gewoon een klein beetje. Probeer maar. Steek hem daarna aan. Ja, je moet er wel in laten trekken, je moet eigenlijk opdrogen. Opdrogen is het zeker? Ja, stop, niet te nat, niet te nat, niet te nat. Stop. Is dat dit? Fik erin! Ja, fuck. Fik erin! Oké, jongens. Ivo was eruit. Oh, vet, man. Kijk. Ja, doof hem. Ja, doof hem maar. Hier, kom. Leg hem op de grond. Gooi er maar zand overheen. Ik ben blij dat we hier zijn.
Nee, we zijn sowieso hier. Hier of hier zitten we? Even met twee kies maar. Hier of hier, hier zitten we. Wat denk jij? Deze? Ja. Of die? Jongens, we verdwalen nu al. Was er iets aan? Ja, uiteindelijk vertrouw ik toch niet op de map. Dat gaat toch wel fout. Ja, ik vertrouw die map ook niet. Nee, jongen. Gelukkig hebben wij daar allemaal vaccinelichtjes. Ja, weet je waar ze zijn? Het moet goed komen. Ja, daarom, Reza. Vaccineboys, alles. Hoppakee. Lampje nummer weet ik veel hoeveel. Oh. Kijk hoe diep het daar gaat. Oh, maat. Echt ziek, hè? Oh. Een dinosaurus. Ik schrok me gewoon dood van dit. Ah, dat hebben ze expres gedaan. Ja. Kijk dan, dat zijn stenen op elkaar. Dit is kathedraal. Oh, die muren, hoe die hier gevormd zijn. Wow, is dit kathedraal hier? Dit is kathedraal. Hij zei dat alleen mensen met astma misschien moeite kunnen krijgen, maar dat voor de rest ben ik. Ja, daar hebben ze serieus. We zijn al helemaal hier, hè? Of niet, man? Dat is echt... Hé, hey, laat eens zien. Kijk eens. We zijn echt al helemaal hier. Kijk, en dan uitgezoomd. Nee, dat is flink te tellen. Waar is de ingang? Moet je ook even aanwijzen. Hier is de ingang. Of zo even echt pauze houden, want ik heb al honger. Zullen we hier even chillen? Oh, wow, ik zag daar gewoon vleermuis vliegen. Ja, dat weet je. Oké, hey, jongens, laten we serieus even praten. Jongens. Zegt hij hier, de bouwvakker. Ja. Nou, serieus praten, daar zit het toch? Ja, de bouwvakker. Kunnen we jou nou serieus alles. Nee, even serieus. We zijn nu hier in de kathedraal, zoals je ziet. We zijn aan het prediken hier. En ja, even schaften. Oh, de Jostie. Hé, hey vriend, je blijft van mijn broodje af. Nee, Niels. Hey, jongens, dat is gewoon dik. Niels. En Niels, je moet... Hey, zet die pokken er eens uit. Oké, okay, jongens, Niels... Ik en Ivo staan nou... Oh, Reven. Oh, kijk, zie je Reven. Hij gaat vallen. Hij gaat vallen. Iedereen. Ik hoor er wel die pauze op. Ik kan ook uit, oké. Ja, ja. Oké, jongens, na al het feesten komt een eind. We gaan nou slapen, want het is al, laten we het nou even kijken. Hier, half vier al. Lig je een beetje lekker, Ivo? Ja, het ligt een beetje krap, maar ja, het is best wel prima. Kijk waar we zitten, hoe fucking sick is dit? Kijk dit. Een soort kathedraal of zo, ik weet niet. Ja, we zijn hier gewoon aan het chillen, echt fucking relaxed. Het zit fucking diep in de grot. Dus ja, ik vind het allemaal nice. Nou, hier, kijk. Eten bij. Hier hebben we nog een jongen, die ligt lekker... Hey, jongens. Oh, Mark. Mark. Gekke monkey. Ik ben bang, man. Hij is bang. Oh, hier ligt er nog eentje. Oh, dit is mijn plek. Hier ga ik dadelijk liggen. Ik lig goed. Ik heb zo'n tuinkussenstoel meegenomen. Lekker zacht. Slaap lekker, Niels. Slaap lekker, maatje. Mark is bang. Ik zweer het. Hij begint diep te ademen. Man, dit is niet... Hey, dit is niet normaal meer. Ik ga slapen, man. Er is nog niemand geweest die... Hier is gaan slapen, weet je waarom? Dat het gewoon een fucking dom idee is. Jawel, zijn hier wel mensen gaan slapen? Ja, wij toch? Zijn hier volgens mij ook wel eerder mensen slapen? Mark, jongen, je hoeft niet bang te zijn. Dat komt wel goed. Hey. Ja. Ja, kan je die... kan je die stukken opschuiven of zo? Mark, schuif even stuk op. Ik kan toch ook niet langs Giels liggen? Je hoeft niet mijn plek te pakken. Ja, kijk hem, jongen. Het is zo breed liggen. Ik kan er echt nog wel bij. Oké, we zijn nu s'nachts opgestaan. Iedereen slaapt. Ik ga Rob even kutten. Kom. Ja. Ah, man! Ah, die fucking podcast. Slaap, man. Hey, jongens, ik heb echt... Vriend, het is fucking laat. Ik ga slapen, gast. Ik ga het klikken op de rots. Ik ga slapen, man. Jezus. Nee, niet met de kring of zo. Jongens, het is al best wel laat nu. Maar het is nog geen tijd om te gaan. Hey, heb je last van jou? Ik heb wel last van mijn longen. Ben jij? Ja, best wel, man. Het is wel zwaar. Het ademt hier nu best wel zwaar, dus ik ga even die jongens wakker maken, want veel stof. Kom. Mark. Kom. Ja.
Jos. Nee, het is nu niet tijd, maar ik begin echt last te krijgen van mijn longen. Ik had net ook al last van. Ik zei het tegen, ga gewoon even liggen, man. Nee, Rob, jongen, ik zweer het. Ik had er ook al last van. Ik heb er geen last van. Hé, maar Rob. Rob, wij hebben daar wel last van. Niels. Niels, yo. Hij flipt hem. We gaan. Ja, heb je, hey, we hebben last van onze longen. Voelt als er een prop vast zit of zo, man. Jongens, we willen sowieso nog onze missie volbrengen. We gaan hier overnachten. Het is nu al, hoe laat is het nu? 5 uur of zo? Het is al 5 uur, man. Ja, man, 5 uur. Hier, 5 uur. We moeten nog sowieso minimaal 2-3 uur hier blijven, vind ik. Wat zeg jij ervan? Tuurlijk, totdat het licht is gewoon. Ja, maar hier kunnen we echt niet meer blijven, man. Het licht is gewoon dichter bij de ingang. Dit begint toch wel een beetje... Ja, ik wil hier snel gewoon weg nu. Mijn dekbed is zo ranzig as fuck. Moet je echt erachter doen. Ja, maar ja. Ik heb op zich nog wel lekker gelegen, dus. Ja, we zijn nu dus weer onderweg richting de uitgang. Iedereen voelt zich gewoon goed. De kaarsjes die branden trouwens nog steeds na al die uren. Dat is wel nice. Hoeveel uur hebben ze nou gebrand? Toch echt wel? Een uur of 3, 4 of zo? Ik weet niet, 3? 4, 5. Hé, hey, daar heb je weer het volgende kaarsje. Je moet wel weten waar je op de map bent. Ja, ja. Als je bent zomaar naar kaarsjes aan het lopen, hier. Terwijl je geen eens weet waar het is. Ja, film jij dan even. Daar schrok je wel van, hè? Daar schrok hij echt van, ja. Ja, ja, man. Ik weet niet waar we zijn. Hoezo? We volgen die kaarsen gewoon... Ja, maar we hadden die map. We moeten niet op die kaarsen focussen, anders raken we de weg kwijt, jongens. Het is even serious business. Ik heb ook mijn kompas erop, dus dan komt het ook goed. Ja, jouw kompas die wijst alle kanten op, man. Frikandel. Ja, ik kan beter dit ding volgen. De kaarsen gaan echt uit, Rob. We moeten eerst even de uitgang vinden. Ja, ik weet niet meer waar we zijn. Dit is een hele lange rechte weg, volgens mij. Hey jongens. Zie je? We moeten sowieso snel zijn. Die kaarsjes die beginnen echt uit te branden, man. Er is niet veel meer, maat. Dat zeg ik jou. Ja, daar staat de volgende al. Moet je wel opletten, man. Als ze uit zijn, ik heb wel nu nog de kaart, maar... Ik moet zeggen, het ziet er wel heel anders uit vanaf deze kant. Gewoon weer kutten, snap je? Alles lijkt hier ook zo op elkaar. En daar hebben we het echt wel een uur te gaan. Ja. What the fuck, kijk daar. Ja, what the fuck is dit, jongen? Dat is some scary shit. Ja. Hey, dude. Hey, waar is het lampje? Waar zijn lichtjes? Hier zijn wij niet langs gekomen, maat. Echt niet. Hier zijn wij niet geweest, toch? Ja, ik zei het ook al. En net dacht ik dat we hier bij die andere afslag eraf moesten. Vriend, jij weet niet eens waar je bent op de kaart. Ja, en hoe komt dat? Door die lantaarnlichtjes van hun. Ik denk dat wij hier die kant op zijn gegaan en we nu hier rechts zitten. Hier is de uitgang, dus we zijn gewoon in de buurt volgens mij, man. Volgens mij zitten we gewoon hier ergens. Ja, en anders dan zijn we helemaal aan de andere kant beland nu, hè. Hé, ik word helemaal noia van dit, hè. Helemaal rustig. Ik word echt noia. Als jij een half uur loopt in deze grot, dan ben je er sowieso uit. Een half uur, jongen. Ik denk... Heb je die kaart gezien? Kijk, hier kunnen we weer die kant op. We kunnen weer daarheen, Ivo. Het is... Hé, jongens, ik zeg even terugkeren, want jullie lopen dan maar gewoon ergens heen. Oké, het is vet kut. We zijn nu al anderhalf uur ongeveer weer onderweg. En we zijn de hele tijd aan het discussiëren, aan het baksen. En het vooruitzicht is nu echt 3 keer niks gewoon. We balen gewoon dat we deze video überhaupt gemaakt hebben en shit. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik vind het gewoon kut hoor. Je kunt zeggen wat je wil, die shit is wel gewoon verneukt. Ja. Ja, Mark, maar het is gewoon je fucking eigen schuld, hè. Ja, rot op, jongen. Hé, geen ruzie maken. Ja, kom, ga gewoon even... Het is niet alleen mijn schuld, het is onze schuld. We hebben die mappen lopen verkutten. We hebben die vaccinelichtjes lopen volgen. Nou, die zijn uit, kut. Ja, klaar. Je zit hier wel muggen, man. Dat betekent wel dat we niet ver van de uitgang zitten. Laat die camera uit, Ivo. Laat gewoon even die map zien. Ja, maar ik heb die map... Laat gewoon, kom. Moet jij de map hebben? Dan zal ik jij nou de map geven. Dan kom jij geen fuckwijzer uit. Dat zeg ik jou nu. Hier, laat maar op. Wacht, kom je echt helemaal niks wijzer uit. Hier. Hier, kijk maar. Alsjeblieft. Jij wil de map hebben? Ja, dan moet je ook kijken. En hier, jongen. Nee, hier. We hebben lampolie gevonden. En dat betekent maar één ding. Dat betekent dat we er bijna zijn. Want dit was echt fucking dicht bij de uitgang. Sowieso is het hier om de hoek of zo, man. Hé! Hey. Wajo! Hé, het is al licht, vriend. Oh.
donker was dat binnen, man. Was hier fris, man. Ik ga slapen, man. Nee, ik wil ook slapen, man. Ik ga meteen naar. En moet je ook kijken dan? Oké, jongens, zo zijn we tot een einde gekomen aan dit vette avontuur. Ja, de grotten waren super sick. We hebben echt vette locaties gezien. Alleen het is toch wel even spannend als je de weg kwijtraakt. Kut dat zoiets gebeurt, maar het is wel echt fucking vet. Ik zou zeggen, vergeet niet op het blauwe duimpje te drukken als je meer van deze shit wilt op Smoor. Want dit gaat ver. Vergeet ons ook niet even te volgen op social media. Linkjes staan allemaal in de beschrijving. Gewoon even klikken. Ja, dit was dan weer het einde van de video. Ciao. Later, boys. Later.